Al best wel lang kan ik geen genoegen krijgen van echte apocalyptische films zoals X-Men Apocalypse, The Truman Show of iets zoals Zack Snyder's Justice League. En laatst kwam ik op een volledig nieuwe franchise die ook post-apocalyptische films maakt, namelijk Kingdom of the Planet of the Apes en de andere films daarvan. En dit is mijn review van die 2024 film. The slaves take revenge against the emperor. This prophecy is how they enslave us! Het gedichtje wat ik over deze film heb geschreven gaat zo. Een film over apen die mensen regeren. Lukt het een meisje om die toekomst te keren? Het verhaal maakt me bang, maar de film duurde lang. Lukt het ons nog om deze toekomst te keren? Deze film met een 7,1 op IMDb en een 77% audience score op Rotten Tomatoes is echt fenomenaal. En ik ga jullie in deze video vertellen waarom. In een wereld ver in de toekomst zijn mensen niet meer intelligent. Ze hebben de kunst om te spreken verloren. En de apen die hebben die juist teruggekregen, waardoor de apen eigenlijk rulen. Are you familiar with the concept of evolution? Een jonge aap die krijgt de les eigenlijk van een wat oudere aap over hoe het verleden er vroeger uitzag toen de mensen nog, zeg maar, de macht hadden. In their time, humans were capable of many great things. En de mensen die nog over zijn, die worden opgejaagd door de apen. En vaak zijn die mensen niet meer heel relatable. We herkennen ze niet meer zoals mensen nu zijn, zeg maar. But now it is our time. En Proximus, een van de apenleiders, die vindt het is zijn tijd om zijn koninkrijk, zijn kingdom, zijn keizerrijk te beginnen. En eigenlijk de macht op zich te nemen die de mensen ooit hadden. And it is my kingdom. Alleen dan is er een meisje, slimmer dan de meesten, die nog kan praten. En die heeft haar eigen agenda in de film. Why do they hunt her? She's smarter than most. En de aap die eigenlijk de hoofdpersoon speelt in de film, die neemt eigenlijk een soort van de vaderlijke rol over dat meisje op zich. En die blijft de hele tijd bij haar, die ondersteunt haar. That is wrong. En in de epic showdown van de film, dan wordt er een soort doomsday bunker gevonden, waarin mensen destijds allemaal tanks hebben opgeslagen en dat soort dingen. En Proximus die wil natuurlijk al die wapens voor zichzelf. Terwijl het meisje probeert dat die wapens niet in de handen komen van de apen. Het zijn immers mensen dingen. Het verhaal doet aan extreme world building. Je krijgt echt door wie iedereen is en wat iedereens motieven zijn. En op die manier wordt er kennis gemaakt met deze volledige wereld. Al is mijn grootste kritiek op de film dat die best wel lang duurt, 2,5 uur. En je ziet duidelijk dat die aan het opbouwen is. Het is de hoop dat er meer delen komen in deze franchise waar dit deel zich naar opbouwt. En op het moment dat er nooit meer iets zou volgen, zou deze film wel erg langzaam opbouwen. Maar ik denk dat er in toekomstige delen heel veel ruimte is om de opbouw die we nu gedaan hebben uit te breiden naar een veel spannender verhaal. Dus ik vind het zeker een goede film en een goede opbouw naar wat ook volgen mag. Deze film raad ik jullie oprecht allemaal heel erg aan. Ga hem kijken, maar wel als je gewoon echt even een avondje vrij hebt en niet haast hebt voor iets anders. En aangezien er straks een top 10 volgt van de 10 laatste films die ik heb gezien in de bioscoop, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval The Beekeeper uit de 22e aflevering. En dan komt Kingdom of the Planet of the Apes in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds Challengers. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Op 9 staat Argo. I need her to write the next chapter. Op 8 staat Civil War. I guess aware it is like a pretty huge civil war going on all across America. Op 7 staat Kung Fu Panda 4. I'm not gonna be the dragon warrior anymore. Op 6 staat de film van vorige week, The Fall Guy. You are literally the last person on earth I want to see. Slap the shit out of you. I really could. Op 5 staat Godzilla X Kong, The New Empire. Kong, Godzilla, they can feel it too. Op 4 staat de film van deze week, Kingdom of the Planet of the Apes. Are you familiar with the concept of evolution? Op 3 staat Madam Web. This is an
emergency. Get off the train. That man's trying to kill you. Op 2 staat The Holdovers. I had you guys stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? En op 1 staat nog steeds June Part 2. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. En als extra's wil ik jullie ook graag laten zien wat de beste films waren die ik afgelopen tijd thuis zelf heb gekeken. Dus die komt nu. Op 10 staat Migration. Just stick close to me and everything will be alright. Op 9 staat My Big Fat Greek Wedding. May I please date your daughter? No! Op 8 staat Damsel. They may be royalty, but that doesn't make them good people. Op 7 staat de Disney film Pinocchio. Ik heb die samen met mijn vriendin gekeken. Ik vond hem ontzettend grappig, maar hij is ook wel heel simpel. Het verhaal klopt soms niet helemaal, maar ik heb er wel erg van genoten. Hallo, Pops. Op 6 staat de film Beast, waarin Idris Elba het opneemt tegen een leeuw. Het was een leuke film, maar niet heel bijzonder. I've never seen anything like this. Multiple attack. Op 5 staat Lift. Okay guys, listen up. Our next score is gonna be our biggest yet. Nice. Op 4 staat Rebel Moon Part 2 The Scargiver. I have no choice but to fight. Op 3 staat 65, een film met Adam Driver over een man die 65 miljoen jaar geleden landt op aarde en het opneemt tegen dinosaurussen. Ik heb genoten van de film, hij was echt heel leuk. This is Commander Mills. My ship was hit by an undocumented asteroid. Op 2 staat The Lion King uit 2019. Run away, Simba. And never return. En op 1 staat nog steeds Christopher Nolan's Memento. Somebody's gotta pay, Lenny. Somebody always pay. Dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over de film Furiosa, A Mad Max Saga. Dus laat zeker weten als je die al gezien hebt en benieuwd bent naar mijn review. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer. Tot ziens, tot later.